Daar is een hele belangrijke rol weggelegd voor alle overheden. Natuurlijk voor de overheden die verantwoordelijk zijn voor primaire preventie, Vlaanderen bij ons. Maar ik denk ook dat je in de federale ziekteverzekering het preventieve veel meer moet inbouwen. Eigenlijk dat zwart-witte onderscheid tussen voorkomen en achteraf oplappen. Als ik denk aan wat we doen in geestelijke gezondheidszorg met onze conventie Eerste Lijn Psychologische Zorg, dat is evenzeer zorg als preventie. Het is voorkomen dat problemen erger worden. Dus verzorgen, voorkomen, moet helemaal met elkaar verweven worden, ook in de ziekteverzekering. Dus de federale overheid en de Vlaamse overheid zullen veel meer en intens moeten samenwerken. De neuzen moeten in dezelfde richting gezet worden. We moeten geïntegreerd werken, precies ook om dat mogelijk te maken.